Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een Shein shoplog. En ik heb een hele grote doos mogen ontvangen. En ik heb ook nog een zak. Het was in twee keer gekomen, dus ik heb twee pakketjes van Shein. En in deze video ga ik jullie alles laten zien. Ik ga het unboxen. En ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Dus als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met de shoplog. Dit is de eerste keer dat ik een nieuwe video maak in mijn kamer. Dus ik ben echt een beetje excited. En ik ben een beetje aan het kijken wat is een leuk plekje om te filmen. Ik vind dit wel schattig. Maar ik moet nog heel even kijken. Misschien de volgende keer dat ik toch op een andere plek ga zitten. Maar voor nu vind ik het eigenlijk wel prima. En ik kan echt niet wachten om de pakketjes open te maken. Ik heb echt wel dingen besteld die ik nooit, ja, eigenlijk niet vaker zou bestellen. Of niet zo snel zou bestellen. En ik ben gewoon heel erg benieuwd of het gaat passen. Want ik heb ook broeken besteld. Ik heb zoals altijd voor jullie weer een kortingscode. En ik zet altijd alle linkjes in de beschrijving. Welke maat ik draag. En ik laat altijd natuurlijk zien hoe het mij staat. Dus ik denk dat ik maar gewoon ga beginnen met de zak. Alles zit in zulke zakjes, maar dat weet iedereen onder de hand wel. Het is namelijk gewoon een grijs basic vest. En ik dacht wat heel erg leuk was, is om hier een hemdje onder te doen. En deze dan zo open te dragen. Hij is niet super oversized, dat wilde ik wel. Want ik heb hem namelijk in een maatje M. Meestal bestel ik gewoon mijn eigen maten bij Shein, want dat klopt ook gewoon. Maar ik dacht het is wel leuk om hem open te dragen en dan zo een beetje zo over mijn schouder heen. Dit is het grijze vest. Hij zit heel erg lekker. Hij is niet super oversized voor een M. Als je hier een leuk hemdje onder doet en dan zo een beetje over je schouder of zo open draagt, vind ik het heel erg leuk. Het is wel zo'n vest die je overal overheen kan doen. En hij heeft dus ook lekker een capuchon, dus dat is ook heel chill. Oh, die capuchon heeft niet echt vorm, maar voor het idee. En dat is namelijk een broek. En het is best wel een beetje een aparte broek. Het is namelijk een spijkerbroek, maar op de spijkerbroek zitten hartjes. Wacht, ik zal het even laten zien. Hier zo, en die zit een beetje verspreid over de broek heen. Ik vond dat er echt heel erg leuk uitzien, ook aan de achterkant. En ik had deze eigenlijk nog bij niemand gezien, dus ik dacht, laat ik hem maar proberen. Ik heb een maatje M genomen en ik hoop zo erg dat die past. Want soms is een M te groot en soms echt veel te klein. En er waren nog geen reviews van deze, dus ik weet het niet. Oké, de broek zit echt perfect. Ik heb zelfs nog wat ruimte over, dus dat had ik niet verwacht. Ik vind de hakjes heel erg leuk en ik ben dus maar 1,60. En hij is ook totaal niet te lang. Ja, ik vind die hartjes echt heel erg schattig. Het is echt een topbroek. Volgens mij is dit een heel leuk jasje, zo'n blousejasje. Oké, hij heeft een beetje beige en zwarte kleuren. En ik vond deze echt heel erg leuk. Ik draag heel erg vaak van dit soort jasjes. En volgens mij heeft een vriendinnetje van mij deze ook. Gewoon lekker boven een zwarte broek, zwart hemdje eronder. Of je kan hem ook dicht dragen. Maar ook voor stage is dit ideaal. Het is niet mega dun, maar het is wel gewoon dik genoeg. Dus het zijn, ja, het zijn ook niet echt zomer- of lente-items. Ik heb alsnog gewoon een beetje herfst-items uitgezocht. Herfst-winter-items, maar dat maakt niet uit. Je zou dit wel in de lente over je outfit kunnen dragen als het te koud is. Kwaliteit voelt goed aan, dus ik ben heel erg benieuwd. En ik kan niet wachten om deze te dragen. Ik vind deze kleuren echt zo super mooi. Hij zit lekker, hij staat leuk. Je kan hem open dragen, dus met een hemdje eronder. Maar je kan hem ook gewoon dicht dragen. Niet heel erg dik of zo, maar hij zit wel gewoon echt prima. En hij zat ook heel erg leuk boven deze zwarte broek. Dus dit zou ik wel echt aanraden, deze. Want ik vind deze heel erg leuk. Dan heb ik schoenen mogen ontvangen. En ik ben echt heel erg benieuwd. Want soms moet je schoenen op Shein een maat groter bestellen. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar of dat bij deze ook moet. Ik vind ze in ieder geval echt mega leuk. Het zijn namelijk beige schoenen. En dan hebben ze een zwarte zool en ook hier zwart. Het zijn wel hele grote zolen, dus daar moet je van houden. En ja, ze zouden dit gewoon bij de Zara kunnen verkopen. Het voelt heel erg goed aan. En ik zal hem gelijk wel eventjes passen, want dan weten jullie of het past. En ik heb hem dus nu 1 maat groter besteld dan wat ik zelf nodig heb. Oké, ik heb de schoenen aan. En ze zaten eigenlijk, als ik een maat kleiner had, ook gewoon goed. Maar dit is ook gewoon prima. Ik ga er heel even mee staan. Ja, ik had ze eigenlijk gewoon in mijn eigen maat kunnen bestellen. Dus hij zit nu een klein beetje te groot. Maar het is niet storend of zo. Want ik kan er natuurlijk ook gewoon een zooltje in doen. Maar deze schoen hoef je dus niet een maat groter te bestellen. Maar ik vind ze er wel heel erg goed uitzien. Ze maken me ook echt
gelijk een stukje groter. Want ik ben namelijk niet zo groot. Dus dat is fijn. Ik zag deze en ik vond hem er heel erg leuk uitzien. Ik was echt aan het twijfelen welke kleur ik wilde. Want ze hadden hem ook nog in het blauw en in het beige. Maar het is een soort polo shirt. En ik hou hier heel erg van. Ik vind het altijd heel erg mooi met zo'n kraagje. En ik dacht leuk voor stage, maar ook gewoon leuk voor een foto. Of ja, je kan het eigenlijk altijd dragen. Hij is dus een beetje kaki groen met wit. Best wel lekker oversized. En dan kan je hem gewoon ja, boven een zwarte broek dragen. Je kan er eigenlijk alles onder doen. Die blauwe vond ik ook echt heel erg leuk. Dus misschien ga ik die zelf ook nog wel bestellen. Ik heb deze in een maat S, maar hij is dus best wel een beetje oversized. Ik vind deze echt top. Ik vind gewoon dit altijd een heel erg leuk effect hebben. En omdat ik groene ogen heb, vind ik die kleur groen ook altijd heel erg leuk. Ik denk dat ik de blauwe ook nog wel ga bestellen. Hij zit heel erg lekker oversized. En ja, je kan hier natuurlijk ook een andere broek onder doen. Je kan hem ook zelf gewoon zo in je broek doen. Maar ik vind hem wel gewoon heel erg leuk en zit heel erg lekker. Gewoon een dun stofje. Dus het is zeker niet dat je dit alleen in de winter aan kan. Kijk, zo vind ik hem persoonlijk wat leuker. Anders is het echt best wel te lang of zo. Oh ja, dan heb ik nog een jasje. Een grijs jasje. Ook heel erg leuk. Gewoon een grijs jasje die je over outfit heen kan doen. Je kan hem nu ook naar buiten dragen, want het is gewoon lekker weer. Je kan hem open doen met van die zwarte knopen. Vind ik ook wel heel erg mooi. En heel erg leuk dat hij weer zo'n kraagje heeft. Aan de voorkant twee van die zakken. Maar volgens mij geen zakken hieronder. Nee. Dit is het grijze jasje. Ik heb nu maar even één knoop dicht. Met alle knopen dicht vind ik hem wel leuker. Of dat je hem gewoon helemaal open draagt. En dan een zwart hemdje eronder doet. Dan vind ik hem eigenlijk ook heel erg leuk. Kwaliteit voelt goed aan. Er zit niet echt een vorm in. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar het is wel gewoon een leuk jasje om ergens overheen te doen. Dan zit er een hemdje in. Maar volgens mij hebben ze deze per ongeluk twee keer opgestuurd. Ja, ik had dit hemdje al vaker voorbij zien komen. En een vriendinnetje van mij heeft deze ook. En ik vind deze gewoon echt heel erg leuk. Met een leuke blazer erop. En dan, ja, gewoon het maakt gewoon echt je outfit af. En die zebra print vind ik ook heel erg leuk. Ik heb ook andere items met zebra print. Dit is het leuke topje. Als je hier een blazer overheen doet, is het denk ik echt heel erg leuk. Ja, hij sluit gewoon goed aan. Je kan de bandjes verstellen. En ik vind het gewoon dit kanteffect heel erg leuk. Ja, dus dit topje zou ik zeker aanraden. Maar nu hebben ze volgens mij dus per ongeluk deze twee keer opgestuurd. Even kijken. Oh nee, dit is gewoon een ander topje. Oh, oké. Okay. Het leek er heel erg op in de verpakking. Dit is een soort crop topje met lange mouwen. En wat ik heel erg leuk vind van die details, dat je aan de zijkant dat ze omhoog kan trekken. En dat heeft dit shirtje ook. Het is wel een beetje een gekke stof. Maar dat moet ik echt even aan hebben voordat ik dat weet. Maar ook heel erg leuk boven een zwarte broek. En wat ik dus zei, ik vind die print gewoon heel erg leuk. En ja, dit kan je ook met heel veel dingen combineren. Deze heb ik ook in een maatje S. Alleen de stof vind ik dus een beetje zo'n badstofje. En ja, ik weet niet echt of ik daar nou heel erg blij van word. Dit is het topje. Hij zit echt heel erg lekker. Hij sluit juist heel erg goed aan omdat hij die stof heeft. Je kan dit dus nog vaststrikken en dan vastmaken. Maar als je hier bijvoorbeeld een blazer overheen doet of gewoon boven deze zwarte broek. Ja, heel erg leuk outfitje. Dus met deze ben ik heel erg blij. Ziet er heel erg leuk uit, vind ik. Dan had ik nog een broek besteld. En deze broek is ook weer een beetje apart. Ik zal hem even openmaken. Maar ik vond hem gewoon heel erg vet eruit zien. Ik denk dat deze te klein is. Nou, ik ga het straks gewoon passen. Het is namelijk gewoon een zwarte straight leg pants. Maar dan heeft hij van die bliksempjes erop. En ik vond dit er gewoon heel erg vet uitzien. En dit geeft ook gewoon echt zo'n effect van een soort van duurder merk of zo. En ja, ik vond het er gewoon heel erg leuk uitzien. Nee, deze ga ik niet passen. Denk ik. Die blauwe denk ik wel, maar ik denk dat ik deze niet ga passen. Hij ziet er heel goed uit. Deze broek zou zo van de Zara H&M kunnen zijn. Oké, super stom, want ik heb deze in dezelfde maat als de blauwe broek. Maar hij gaat echt heel lastig dicht, want ik krijg de gulp nu ook gewoon eigenlijk niet dicht. Dus dat is echt heel erg jammer, want ik vind de broek echt zo super leuk. Maar ik zou dus dan van deze broek een L moeten. Dus ja, dat weet ik dan voor de volgende keer, want misschien ga ik hem dan nog wel een keer bestellen. Ook heel leuk, maar ook niet iets wat ik snel zou bestellen.
Oké, deze trui vond ik echt heel erg vet. En volgens mij heeft Amber deze. Het is namelijk gewoon een zwarte trui. En dan heeft hij daaronder van die blauwe bliksem. Ja, hoe zeg je dit? Van dat vuur. Van dat blauwe vuur. Ik vond dit heel erg vet. En hierin zitten ook nog blauwe details. Ik heb deze in een maatje S. Ja, heel erg leuk. Deze trui vind ik echt super leuk. Ik zou hem denk ik misschien wel op een spijkerbroek doen. Dit kan natuurlijk ook. Hij zit lekker, voelt lekker aan, lekker warm. En gewoon die vlammetjes maken het gewoon heel erg af. Dit waren alle items die ik van Shein heb ontvangen. Ik zet alles in de beschrijving, alle linkjes. Als je vragen hebt, stel ze lekker in de comments. En ik zal ook mijn kortingscode in de beschrijving zetten. En dan hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. Doe zeker nog een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!